Jarenlang werd er fel geprotesteerd tegen het boren naar schaliegas in de Noordoostpolder. Nu is er het boek Tegengas voor Duurzaam. Over die periode van 2014 tot 2019, dat in het voorhuis in Emmeloord werd gepresenteerd. In de vrieskou hangt de nevel laag over de velden, doorsneden door een regelmatig patroon van sloten en vaarten. Het boek is geschreven door onderzoekers Michel Keunen en Elisabeth Ras van de Wageningen Universiteit. Zij begonnen in 2014 hun onderzoek naar de protesten vanuit de bevolking tegen het boren naar schaliegas. En voor ons was het heel belangrijk dat het boekje er kwam, omdat wij ons onderzoek heel graag wilden delen met de mensen die hebben meegewerkt aan het onderzoek. Dat zit ook heel erg in de manier waarop wij onderzoek doen, eigenlijk onderdeel worden van de sociale verandering die de mensen nastreven waar het onderzoek over gaat. En daar hoort dit boekje gewoon heel erg bij. Ik denk dat het op verschillende manieren een belangrijk naslagwerk is voor de geschiedenis van de Noordoostpolder. Maar ook om te kunnen leren van hoe mensen zich hebben georganiseerd, wat werkt, wat zijn goede strategieën en hoe kun je dat eigenlijk laten aansluiten op de lokale behoeften en leefwerelden van mensen. Het eerste exemplaar werd aangeboden aan voorzitter Henk Tiesinga van het samenwerkingsverband Tegengas, waarin de tegenstanders verenigd waren. Ja, prachtig. Er staat heel mooi in beschreven, ook in essenties, wat Tegengas was. En het is echt getekend in eigenlijk een veel langere tijdlijn van allerlei acties in deze Noordoostpolder. Ja. Waarom is het belangrijk? Want schaliegas is inmiddels door het kabinet in de ijskast gezet, hè? Door een vorig kabinet. Waarom is het belangrijk dat dit boekje er toch is gekomen? Nou, omdat we daaruit leren hoe wij ons moeten organiseren. Als we tegen iets zijn, maar tegengas was niet tegen iets, die was voor iets. Hè? Voor de nieuwe tijd. En als je dan kijkt, hier werden dus zeg maar, de middelen vanuit het verleden gekozen, schaliegas, voor een duurzame toekomst. Dat past niet bij elkaar. Dus we waren voor iets en daarom moesten we tegen iets zijn. Actievoerder van het eerste uur tegen schaliegas is GroenLinks-politicus Hielke Hekkenberg. Hij woonde in die tijd in Marknesse en hoorde dat er letterlijk onder zijn huis geboord zou gaan worden naar schaliegas. Nou, helemaal in het begin had niemand uit de polder nog gehoord van schaliegas. Dus onze eerste actie was zeg maar om bewustwording te creëren. Dus mensen informeren. Dus we zijn gaan flyeren, we hebben posters gemaakt, protestbordjes, een boortoren getimmerd. Maar overal maar op straat, in de dorpen, overal mensen te laten horen van dit is schaliegas. Dit zijn de risico's, dit wil je niet. Help ons mee om dit tegen te houden. De winning van schaliegas is omstreden vanwege de mogelijke gevaren voor de bodem en het grondwater. Dit vanwege het gebruik van chemicaliën die in de bodem worden gespoten om het gas te winnen. Het zogenaamde fracking. Na jaren van protest vanuit verschillende gemeenten in het land besloot minister Wiebes in 2018 dat er geen vergunningen meer werden afgegeven om op zoek te gaan naar schaliegas. Hiermee waren de boringen van de baan. Nog steeds zijn de tegenstanders er alert op of het plan toch niet opnieuw uit de kast wordt gehaald. Destijds in een onderzoek van minister Kamp kwam ook naar voren dat we tot 2036 het niet nodig hebben, maar dat het daarna open ligt. En dus als het weer op de agenda komt, dan zorg ik dat ik weer in Den Haag sta om dit tegen te houden. Het boek Tegengas voor Duurzaam komt in alle bibliotheken in Noordoostpolder te liggen en is verder te verkrijgen via de website van de Wageningen Universiteit.